We hebben twee mensen gevonden die Micra rijden. Geef een hard applaus. Hier zijn ze, Nicole en Jeroen. Micra fans. Kom er even uit, want het is handig. Want ik echt... Ik wist... Wat hoor ik nou? Dat is het licht. De deur open, ja. Dit is Jeroen, Nicole en dat is Jeroen. Hallo Jeroen. Hoi. Ben jij lang voor een Nissan Micra? Ja, maar het past. Ja, het past wel, maar niet dat je met je benen in je nek zit als je... Nee. Ik zit nog niet op de achterbank. Nee, maar wat is er mis met de Micra? Want jij bent van de fanclub, van de Nissan Micra. Ik ben voorzitter van de Micra fanclub, inderdaad. Nou, met deze... Nee, met het algemeen. Maar met deze Micra is... dit model is niks mis. Die zijn niet teruggeroepen. Nee, maar welke zijn wel teruggeroepen? Dat gaat over de opvolger van deze auto. Ja. En daar kan Jeroen je meer over vertellen. Oké, Jeroen, vertel wat hier erover. Ja, ik werk natuurlijk niet bij Nissan zelf. Nee, maar wil je niet to the point komen? Je bent toch leraar? Ja. Maar zover ik heb vernomen is het iets met de stroomvoorziening. Ja. En de motor die heeft... een aantal onderdelen zoals een startmotor en een ontsteking die stroom nodig hebben. En als de control unit daarvan dat niet goed aanstuurt, kan het zijn dat de auto niet start of dat die tijdens het rijden stilvalt. Ja, maar het gaat dus even voor de mensen die overwegen om een Micra aan te schaffen. Het kan dat u op de Rijksweg rijdt en dan opeens valt de motor uit. Maak uw keuze dit weekend. Zou ik voor de K11 gaan? Ik zou voor de K11 gaan. Ja, die heeft een enorme pocketvering. maar wat is het geheim van... Want ik vind een Micra altijd een beetje... Als we achter een Micra rijden, en dat heb ik dan... dan wil ik heel snel inhalen en afsnijden. Kijk even naar de achterkant van deze Micra. Even een ontzettend lekker kontje. Nou, dat zie ik je doen. Dank je. ja, dat is een fascinerend kontje. Als je daar achter rijdt, dan kijk je toch nog wel even een keer extra van... is dat wel een Micra? Nou, ik kijk meer met zo'n blik. Als ik doorrijd, blijft dat dan nog een lekker kontje? Of dan wordt het dan echt een soort mondharmonica? Ja. Want dit heeft toch wel iets van... waarom is dit een fijne auto, Jeroen? Want jij sleutelt er ook heel veel aan. Nou ja, ik ben er ook pas achter gekomen dat het een fijne auto was toen ik hem had. Het was eerst een soort van noodoplossing van koop maar een Micra. Maar ze rijden ontzettend goed. Maar waarom was het een noodoplossing? Qua geld, financiën of gewoon... Nee, ik reed hiervoor een hele snelle auto. Die ging kapot. Toen kreeg ik een huisje. En als je dan zeg maar geld moet investeren, dan gaat dat toch niet ten eerste uit naar een auto. Dus ik kon goedkoop een Micra kopen. En dan denk je, leuk. Maar pas als je hem hebt en erin rijdt, dan denk je van, wat rijdt dat ding toch ontzettend lekker. Ja, ben je dan... ja, maar het rijdt voor geen meter. Mijn moeder heeft er eentje. Nou, ik weet niet. Dat zeg je nu. Maar als je op de snelweg rijdt en het waait een beetje, dan ga je zwabberen als een gek. Daarom hebben wij ze bijvoorbeeld verlaagd. Hij ligt Je moet ze wel verbouwen om 5 meter te kunnen rijden. Er zit onder de motorkap een veerpootbrug als versteviging. Een veerpootbrug als versteviging? Als versteviging. Ja. Mooi. En dit ligt als een kart op de weg. Ja, dus, maar het is toch een auto waarvan we heel vaak, als je die auto ziet, dan liggen we altijd in een deuk. Ja, ik ook. Ik ook, zal ik je eerlijk vertellen. Oh, je schaamt je voor de auto? Nee hoor. Maar het is natuurlijk zo'n hele grote grap als je hierin komt aanrijden. En ik heb er ook mee op circuit gereden. Dan iedereen lacht je uit. Totdat je daadwerkelijk gas geeft en dan... Dan lach jij hun uit. Dan lach ik het laatst. Ja. Is het nou, ga je nou zelf ook twijfelen aan je auto? Die denkt, oh, zal er iets mis zijn met mijn autootje? Nee, totaal niet. Nou, ik heb deze nu sinds een week. Hiervoor had ik een andere, die heb ik 5 jaar gereden. Nou, zoals jullie weten, vorig jaar hebben we een hele strenge winter gehad. Een hele strenge min winter. Min 15. Oh, zeker. Starten, lopen. Nooit wat mee aan de hand. Dan moest je lopen, hè? Starten, dan moest je vervolgens gaan lopen. Ja, het is wel heel goed voor zo'n auto. Je start en dan moet je vervolgens je weg gaan lopen. Ja. Nee, je maakt echt heel goede reclame voor deze Nissan Micra. Heel erg fijn dat je even wilde komen. Rij lekker weer terug. En geef een hartelijk applaus Jeroen en Nicole van Micra. Dankjewel. Wij zijn toegekomen aan het...